Ja. Precies, ja, precies. Het is gewoon scheisse. Ja. Het hele seizoen is het grotendeels groot geweer. Ja, en dan maakt ze het zo af. Dus was shit. Wat de rechtstreekse manier was het beste. We hadden allemaal anders gehoopt. Alle 4000 hier in het stadion hadden anders gehoopt. Ik vind wat Manschot gefloot heeft, ik vind het gewoon een aanfluiting. Ja, zonde. Maar Groningen was vandaag de betere ploeg, dus ja, ze hebben slecht gespeeld. Ik moet het zeggen, Groningen heeft eerlijk verdiend gewonnen. Op deze manier. Vandaag is het ook echt totaal niks verdiend. Er is geen voetbal gespeeld. Groningen had gevoetbald en Roda had er een beetje achteraan gelopen. Ja, als je ziet wat vandaag hier gebeurd is, dan zitten wij zeg maar heel ver van Groningen af. Dat de mensen bij elkaar komen en alles. Dat zegt genoeg over hoe de club in elkaar zit. En dat is natuurlijk een stimulans om door te gaan. En ja, we kunnen nog. Hè. Ik denk iedereen mag teleurgesteld vandaag van de kant van Roda. Omdat we wisten dat het was echt een finale om te spelen. En uitwedstrijd is een beetje moeilijk tegen Groningen. Hele goede ploeg. De ploeg genoeg veerkracht om dadelijk de noordcompetitie in te gaan? Ik denk het wel. Want het zijn nog veel wedstrijden voordat je er bent. Op het beste hopen dan maar in de nacompetitie inderdaad. Ja, ik hoop dat het beter wordt dan deze wedstrijd. Dat het zoals de rest van het seizoen, of ja, grotendeels van het seizoen inderdaad is. Maar ja, goed. Ja, hopen dat het erop kunt dan. We hebben ook nog een nacompetitie, play-offs. En die pakken we. Daar ben ik van overtuigd. Daarvoor zijn we kompels. Als het niet volgend jaar is, dan is het jaar daarna. Maar Eredivisie wordt hier gespeeld. Dat weet ik heel zeker. Helaas, morgen geen huldiging. Geen huldiging. Maar vandaag is wel een feestje. Troostfeestje. Absoluut. Dan toch een mooi feestje, een troostfeestje. Ja, troostfeestje hoort er ook bij, toch? Met z'n allen. Niet? Samen. Je wint samen en je verliest samen. Juist. Samen successen, samen verliezen.